Welkom bij een nieuwe video van Elishop. Bij het aanschaffen van een multimeter is het soms onduidelijk waar je precies op moet letten. In deze video gaan we aan de hand van 4 multimeters uit ons assortiment proberen uit te leggen wat nou precies de dingen zijn waar je op moet letten. Ik heb vandaag Niels meegenomen. Niels weet een heleboel van multimeters en ik hoop dat je me eigenlijk een beetje kan helpen vandaag. Zoals ik eerder zei, we hebben er 4 meegenomen van 3 verschillende merken. Kan je me een beetje uitleggen welke merken dit zijn, wat precies inhoudt? Ja, 3 merken inderdaad. We hebben een heleboel merken. Maar we hebben deze 3 merken gekozen om te laten zien dat ze behoorlijk representatief zijn voor het assortiment dat we hebben. We hebben de Owon. Dat is een wat goedkoper merk, Chinees merk. Verkopen al heel lang. Ze zijn vooral bekend van de oscilloscopes. Maar de laatste jaren verkopen ze ook multimeters. Daarnaast hebben we Breitman, daar hebben we 2 multimeters van, de BM869 en de BM235. Het zijn multimeters van hetzelfde merk Breitman, maar het zijn toch 2 heel verschillende meters. Dat zullen we later laten zien. En dan natuurlijk Fluke. Het merk kent iedereen, daarom moet er gewoon eentje bij staan. 4 verschillende modellen. Ik begin bij de Owon. De B35T+, deze meter is in allerlei variaties verkrijgbaar. Deze is het meest uitgebreide model. Biedt Bluetooth, True RMS, datalogging. Eigenlijk heel veel gadget functies zou ik willen zeggen. Die niet iedereen in iedere dag nodig zal hebben. Sommige mensen zullen ze wel vaak nodig hebben. En dan is dit gewoon een heel leuk model. Het is niet zo degelijk als een Breitman of een Fluke. Maar het kost ook wel een stuk minder. Het is ook van de alle 4 eigenlijk de goedkoopste die we hier hebben staan. Dus voor de goedkoopste multimeter heeft hij eigenlijk een heel brede functionaliteit. Ja. Maar zoals je zei, wel veel gadget functies die je waarschijnlijk niet elke dag nodig zal hebben. Ja. Dus moet je even kijken inderdaad wat je wil. Oké. En je zei al eerder dat het een wat goedkopere Chinese merk was. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de Fluke of Breitman, die zijn een stuk degelijker. Is het dan het enige verschil dat die wat functionaliteit meer heeft en deze wat degelijker zijn? Of wat is precies met deze multimeters? Ja, dat is eigenlijk wel het grootste verschil. Als je de meters vasthoudt, dan merk je ook de Owon die weegt wat minder. Dus er zit gewoon wat minder kunststof aan, wat minder rubber in de beschermhoes. De elektronica is gewoon prima kwaliteit, hij is prima beveiligd. Over het algemeen gaat hij ook weinig stuk. Dus de kwaliteit is wel goed, maar ja, als je hem laat vallen of als je hem in een werktas doet, en je sleept hem overal mee naartoe iedere dag, dan zou ik geen Owon aanraden, dan zou ik een Breitman aanraden. Staat hij gewoon op je bureau, gebruik je hem hobbymatig of in een laboratorium, dan kun je prima de Owon nemen. Oké. Ja, het is inderdaad, als je deze Breitman vasthoudt, is die een stuk robuuster. Grote rubberen rand die inderdaad de bescherming biedt als je hem per ongeluk laat vallen. Dus voor op een werkplek on-site zou je inderdaad sneller een Breitman kunnen pakken dan de Owon. De Fluke is inderdaad al een heel bekend merk. We hebben hem eigenlijk vandaag meegenomen omdat het een van de standaard multimeters is in het multimetersegment. Kan je me een klein beetje vertellen wat nou precies het verschil tussen de Fluke is en het wat kleinere model van de Breitman? Ja. De Fluke 115 die we hier hebben staan, die biedt eigenlijk alle basisfuncties die je nodig hebt. Dus hij kan wisselspanning, gelijkspanning en stromen meten. Hij heeft een doorgangstester met piep. Dat zijn eigenlijk de functies. Die zijn gewoon essentieel. Hij heeft verder nog wat functies, maar deze functies zijn gewoon heel belangrijk. Zit je met de Breitman BM235, die biedt die functies, maar die biedt daarnaast nog wat meer functies. Hij kan bijvoorbeeld temperatuur meten, wat ook wel gewoon heel handig is voor de ontwikkeling van elektronica. En als je dan kijkt naar de prijs, dan kost de BM235 minder dan de helft dan wat de Fluke kost. En wat betreft degelijkheid,
is de Braimen gewoon een prima meter. Dat doet bijna niet onder voor de Fluke. Maar ja, je betaalt natuurlijk ook een beetje voor het merk Fluke. En Braimen is gewoon wat onbekender. Dus daar zit een heel groot deel van de korting in, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Ja, ja, zoals je zei, die Braimen is bijna, of eigenlijk de helft, meer dan de helft qua prijs van de Fluke. Dus die zit op 90 euro. We hebben twee Braimens mee. Deze zit ook meer rond de prijs van de Fluke. Maar eigenlijk is de kleinere al qua functionaliteit vergelijkbaar met Fluke. Wat is dan bij deze multimeter het verschil tussen de kleine en de grote van het merk Braimen? Ja, wat natuurlijk direct opvalt is dat deze meter een stuk groter is. Groter display, groter behuizing. Maar het echte grote verschil tussen deze meter en eigenlijk de andere drie meters die hier staan, is dat deze is een stuk nauwkeuriger. Biedt veel meer digits, veel meer nauwkeurigheid dan de andere meters. En is daarom echt een meter die ook bijvoorbeeld een bench multimeter zou kunnen vervangen. Een lichtere bench multimeter, ja, die is gewoon net zo nauwkeurig als deze meter. En daarom ja, zit die wat betreft prijs wat meer richting de Fluke. Maar heb je wel eens veel nauwkeurigere meter. Oké. Okay. Ja, als je natuurlijk met kleinere voltage of amperage aan het werken bent, is de nauwkeurigheid best wel een groot ding. Dus dan zou je natuurlijk eerder voor die BM869 kunnen kiezen. Ja. Je zei al eerder dat je geen temperatuur met de Fluke kon meten. Dat is ook te zien in de accessoires die meegeleverd zijn. Bij alle drie de andere multimeters wordt ook gelijk een thermokoppel meegeleverd. Dat is bij de Fluke niet. Bij de Fluke zitten alleen de testraden. Qua accessoires springt er één multimeter uit. Want de Oon heeft als enige naast de gewone testraden en de thermokoppel ook nog een set krokodillenklemmen die meegeleverd worden. Maar afgezien van dat zitten de standaard accessoires eigenlijk overal wel bij. Ja, wat nog goed is om te noemen is dat voor de Braimen-meters zijn van het merk Braimen hele goede kwalitatieve extra accessoires verkrijgbaar. Die zeker de moeite waard zijn. Dan moet je denken aan een tasje, extra snoeren, een hanger om hem op te hangen aan de muur bijvoorbeeld. En wat ook heel handig is, is de BM869. Die is met een kitje wat los verkrijgbaar is aan te sluiten op de PC. Zodat je hem kunt gebruiken voor extra logging of speciale metingen. Oké, okay. Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat we dan wel de belangrijkste functionele verschillen tussen deze multimeters uitgelegd hebben. Voor mij is duidelijk. Ik hoop voor degenen die deze video kijken ook. En bedankt.